Zo. Daar zijn we dan. Gaan we vandaag eerst even kijken in de nieuwe gym. Alles is nu klaar en het ziet er goed uit. Dan gaan we trainen. De laatste keer ga ik echt hard trainen. Het is nu dinsdag en zaterdag is mijn partij, dus we moeten een beetje af gaan bouwen. We gaan met Danny kijken naar mijn vechten in Thailand. Kijken wat we daarvan nog moeten leren en wat er mis ging en wat er goed ging. En we gaan met Mike even terugkijken naar de afgelopen paar maanden. Hoe hij vond dat het ging. Wat hij denkt dat ik goed kan, wat ik niet zo goed kan. En vooral wat hij verwacht voor aankomende zaterdag. Hier is de bar. Jupiter. Fitnessapparatuur. Hier is wel fitness en zo. Aerobics en shit. This is where the magic happens. Danny is nu even privéles aan het geven, Otto en Mark. Nou, we trekken hem even los en dan gaan we even mijn wedstrijd bekijken. Ik had niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden. Ik heb ontzettend veel geleerd, maar vooral ook geleerd. Niet zozeer hoe mooi vechtsport is, maar hoe amicaal het is. Er is niks wat zo verbroedert als kickboksen. Als je eenmaal een harde klap van iemand gekregen hebt, dan is het je vriend. Ik weet niet hoe dat werkt, maar zo werkt dat. Het is alleen niet allemaal vanzelf gegaan. Er zijn wel echt periodes geweest dat ik dacht ik ben echt moe. Vaak was het ongeveer een week achter elkaar. Dat ik gewoon echt niks meer kon. Dan waren de trainingen waren slecht. Dan was ik op mijn werk, zat ik te trillen achter mijn keyboard. En dan wil ik eigenlijk alleen maar was ik bezig met naar mijn bed toe werken. En dat is wel zwaar, want dat zijn de momenten dat je eigenlijk denkt van wat ben ik nou aan het doen. Nou, dit is de hele partij achter elkaar. Kijk naar wat je ziet, kijk naar wat je opvalt. Ik ben die man, die van die kant komt. Ja, die vlaggen maar op je hoofd. Je moet je meteen doorgaan. Je geeft twee stoten, hij gaat naar achteren en je stopt. Dan moet je gelijk weer doorgaan. Als hij zo in de hoek staat, moet je hem geen afhouden geven. Dat je hem met stoten in de hoek houdt. Oh. Nou, dat is ronde 1. Hier word ik moe. Dan begin ik echt te merken dat ik denk van Jezus, dit gaat niet vanzelf. Maar als je dan moe bent, ga dan niet niks doen. Maar gooi gewoon even die linker eruit, dat je hem op afstand houdt. Ja, precies. Dit is een maaien voor professionals, is dit? Kroeghoeken. Als dit een bar was, dan had ik nu voor. Ik stootte wat minder hard en iets recht, maar ik kon hem wel raken in plaats. Jee, nou, dat was hem. Ja, je ziet die handen gingen iedere keer omlaag bij jou. Ja. Bij hem ook. Maar daar moest je iets meer gebruik van maken, dus nog iets beter kijken. Mm-hmm. Maar ja, over het algemeen, ik heb leuke combinaties gezien. En je hebt het goed afgemaakt. Ik dacht dat je heel veel agressie nodig had bij vechtsport. En dat het echt in je moest zitten om iemand te slaan. Maar zodra je gaat trainen en je beseft dat je gewoon technieken moet leren, dat je moet weten wat je aan het doen bent, dat je niet zomaar aan het maaien bent, maar dat er een bepaalde manier is om een stoot uit te leggen. Dat als je dat technisch goed doet, dan is dat cool, dan is dat de bedoeling. Merk je hoeveel meer kracht je hebt, hoe veel sneller dat gaat. En dat heb ik wel echt, dat heeft mij de ogen wel echt geopend. Dat hoe vriendelijk je elkaar ontzettend in elkaar kan slaan. Dat is wel een openbaring voor mezelf geweest. En dat ik dat dus zelf ook kan. Dat als het moet, kan ik gewoon in de ring staan met iemand. En ik sla hem helemaal aan puin. En dan gek, tof, leuk, lachen. En als hij mij aan puin slaat, wat vaker gebeurt hier, dan andersom, is het ook te gek. Want dan heb je weer wat geleerd. Je krijgt een kans van iemand om te leren. En dat is eigenlijk hoe dat werkt. Nou Mike, het is dinsdag. Ja. Zaterdag moet het gebeuren. Ja. Hoe vond je dat het gegaan is de afgelopen? Je hebt in ieder geval heel goed je best gedaan. Wat we daarvoor opstellen. Soms zit je het heel moeilijk. Soms waren we heel lastig voor je. We zijn er toch gekomen, toch? Ja, nou ja, dat moet blijken natuurlijk. We hebben het project volgemaakt, dat wel. Ja. Heb je nog tips? Waar moet ik op letten? Wat gaan we, zonder te veel weg te geven natuurlijk. Niks. Nee. Gewoon gaan. Slaan nog uit. Hij weet hoe het is. Ja. Ik voel me op het moment eigenlijk wel goed. Het is heel kort op de wedstrijd en ik ben wat dat betreft verbazend rustig. Zaterdag wordt wel echt vechten. Het wordt voor heel veel mensen en het wordt tegen Dennis. En er zijn allemaal van die andere factoren, maar uiteindelijk is het gewoon een rondje spar, een rondje heel hard spar. En dat zodra die bel gaat, dan verdwijnt alles, dan krijg je een soort tunnelvisie en dan ga je knokken. En dat heb ik nu al een keer meegemaakt en ik verwacht niet dat het in de arena anders is. Ik denk dat dat me heel veel rust geeft. Daarnaast voel ik me conditioneel op het moment echt top. Ik heb gisteren 17 kilometer hard gelopen en nog een uur getraind. Dus ik heb net anderhalf uur gekickboxd en er is eigenlijk niks aan de hand.
nu een beetje moe, maar een beetje bijkomen. En vanavond kan ik weer als het moet. Ik ben echt in topvorm en daar ben ik wel blij mee. Ja, het is gewoon te gek dat je een kans als deze krijgt. En ik ben blij dat zowel Dennis als ik die allebei met beide handen hebben aangegrepen. Zaterdag gaan we een prachtige show weggeven. En dan wordt het voor iedereen duidelijk hoe hard we getraind hebben. Zin in? Ik heb er heel veel zin in. Aanstaande zaterdag is het zover en neemt Max van Flaveren tegen Game King Dennis in de Amsterdam Arena. Ben je er niet bij? Geen nood. Volgende week Flabber volgende beelden.